Tijd voor wat gekwetter. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte Seep. In de vorige aflevering zijn we eindelijk uit Limblum gegaan. Weg van de cutscenes, weg van nog meer ATJ's en gepleuter en weet ik het allemaal nog meer. En zijn we op dit eilandje gekomen om dus zeg maar verder te gaan met de Chocobo side game. Het verhaal is nou zeg maar dat we richting Towletown, Blackbeard Village zouden moeten gaan. Maar dit geeft ons de opportunity om heel veel te gaan exploren. Wat eindelijk een keer tijd werd. Dus, tijd voor wat sidequests. We beginnen met de Chocobo minigame. Dit is een totaal nieuw gebied. Dit is de Chocobo Lagoon. Wat heel gezellig klinkt. Ik ben eigenlijk best wel blij dat ik vandaag niet zoveel te voice zegt. Ik bedoel, dat valt eigenlijk best wel mee. Maar, Minnie, wat doe je hier? Ik heb een research gedaan en ik ben hier gekomen. Er is hier een heilig licht. Het lijkt een beetje op hetzelfde als het licht op in de bossen. Ik weet of we hier Chocobo Graves kunnen vinden. Laten we hier gaan graven. Het is moeilijker om hier te graven dan in het bos. Ja, dat leg ik dadelijk wel uit. Dus we kunnen alleen maar in het ondiepe water komen. Dus ja, als je dus zeg maar hier rondkijkt, dan zie je dus zeg maar de Choco die wil niet dieper als dit. Aangezien dat, ja, dat is namelijk diep water, daar wil Choco niet in. Dus we hebben alleen maar dit gebied. Dus ja, we hebben maar een half gebied op dit moment. Dus hij zegt, half gebied, halve prijs, half de tijd. Dus zo willen we dus zeg maar onze Choco Crabs op dit moment gaan vinden. Geloof me, deze locatie geeft dadelijk ik weet niet hoeveel items. Maar goed, ik zal er even eentje door laten lopen, want het is eigenlijk best wel makkelijk aangezien dat we nou een heel korte locatie hebben. Ik zeg dat het heel makkelijk is, dus mag ik alsjeblieft één item vinden om het te laten zien? Big Soul Perfect! Oké, okay. Dan zie je dus dat het heel erg diep ligt en dat wil niet zeggen dat het gelijk iets heel erg goed is. Dit is een normale potion. Dit heeft ermee te maken dat we nou dus zeg maar in het water aan het graven zijn. In het water is alles veel dieper begraven en is het dus moeilijker om dingen op te halen. Maar krijg je meer punten en Choco zal meer levels ervan krijgen. Helaas hebben we het niet op kunnen graven. Maar zo moeten we dus onze Choco Graves gaan vinden. In het begin is het een beetje lastig, maar het gaat wel een stuk beter. Dus ik denk dat ik hier wel eventjes vast ga zitten. Ik ga jullie niet vervelen me constant hetzelfde spel te laten zien. Want echt serieus, het is gewoon, ja, zoek en gij zult vinden. Daar komt het praktisch op neer. Kan ik er eentje vinden binnen 10 seconden? Juist! Kijk, nou komen we ergens. Nou is het helaas niet zo dat als je 2 items vindt, dat je dan zeg maar 10 seconden er extra bij krijgt, zoals dat je bij de vorige hebt gehad. Hier is het nog altijd de 4 items, maar ja, dat is bijna niet te doen in maar 30 seconden. En aangezien dat alles zo diep ligt, dus... Misschien dat je de 3 vindt? Ik denk het niet. Het spel is Pixel Perfect Boss. Ik ga op zoek naar de Choco Graves, jongens. Ik zie jullie in een seconde. Deze Choco Graves is binnen! En we hebben er weer één! Nou, we hebben nou al 2 gevonden. En ik wil eigenlijk niet te veel wegknippen, aangezien dat, ja... anders komt er misschien een beetje onduidelijkheid bij, aangezien dat dit een van de grootste minigames is van de Final Fantasy series. Dus ik wil al een beetje vertellen hoe dat eigenlijk precies alles werkt. Nou, Choco Graves is totaal luck-based. Je moet gewoon rondlopen en schatten vinden. Daar komt het praktisch op neer, net zoals in The Forest. Ik weet niet of ik het in The Forest heb uitgelegd, maar ik leg het gewoon nog een keer uit, omdat ik er zin in heb. Dus ja, je hebt dus zeg maar gewoon de quer zonder iets. Dan weet je dat er dus niks in de buurt is. Quer met een vraagteken wil zeggen dat er iets in de buurt is. En uitroepteken quer, dat wil zeggen dat je iets gevonden hebt. Dus ja, wat je dus nou eigenlijk ziet. En jeetje, we hebben de 3 gevonden in 30 seconden. Dat is 1 per 10 seconden. Dat is niet echt verkeerd. Maar het is dus totaal random wanneer dat je een Choco Graph vindt. Hoe dieper dat iets begraven is, hier geloof ik dat het tussen de 70 en de 80 zit, heb je de kans op een Choco Graph of een high-rated item zoals een tent bijvoorbeeld. Dus ja... de strategie die er eigenlijk dan bij zit, ja, voor een snelle Choco Graph, die is er helaas niet. Maar op het moment dat je dus quer, zeg maar, zonder iets hebt, wil je zo ver mogelijk daar vandaan zoeken en daar weer verder graven. Totdat je dus, zeg maar, een quer met een vraagteken ziet. Nou, hier zit dus niks, hier zit er eentje met vraagteken. Quer met 3 H's, hier moeten we rondpikken. En dit is dus het vervelende, dit is dat Pixel Perfect gezeur waar ik het al een paar keer over heb lopen klagen. Want ik heb hier al vaak zat, zeg maar... Ik heb bij die andere locatie, bij de Forest, heb ik heel vaak gehad dat ik dan gewoon een quer had met 3 H'tjes. En dat ik rond aan het pikken was en dus absoluut niks vond.
helemaal niks. En ja, die kunnen we niet meer opgaven. Was 61, dus ik denk niet dat het een Chococraft was. Mocht het nou wel een Chococraft zijn, dan vind je hem in een andere game. Dus het is niet zo dat je dus zeg maar altijd dat je de kans hebt om een Chococraft te missen of iets in die trend. Nou, ik neem jullie nog één ronde mee, want ja, dit is dus zeg maar wat ik nou een beetje in mijn offscreen tijd doe. Oké, we hebben weer een kwer met 3 haartjes. En dan gaan we weg, Pixel Perfect. Geef mij. Maar hoe? Hoe? Ah, hè? En dan nog niet eens voor een belangrijk item of is. Ja, ik zit echt op een vierkantje te knoppen, te drukken, dat wil je niet weten. Ik kan nog niet eens een 5 seconden bonus halen, omdat ik dus zeg maar... Oh, ik heb hem nou toevallig. Omdat ik zo lang bezig ben met graven. Nou, daar zit hij niet. Oké, dan kunnen we het al vergeten. Nee, kunnen we het al vergeten. Helaas. Helaas. Dus ja, dit doe ik nog heel eventjes offscreen totdat we alle Chococrafts hebben. En dan gaan wij op jacht. Yes! Kabami! Kablamo! Wat dan ook. We hebben er weer één. Yay! En na 4 te hebben gevonden, zegt Choco dat hij hier dus zeg maar niks meer kan vinden. Dus zijn we hier klaar. Joepie! Waarom gaan we niet naar de forest? Omdat ik daar nog geen zin in heb. Want we hebben eerst namelijk weer wat Chococrafts op te sporen. Dus sowieso diegene die we nou vast hebben, die kunnen we nu aan. Tenminste, zover dat ik me kijken kan herinneren. En als ik me niet vergis, hebben we er ook een paar tussen zitten. Southern part of the outer continent. Dus mij kunnen we daar nou ook. Start your search on the small beach. Daar kunnen we nou ook terechtkomen. Deze die zit dicht bij Treno aan het waterkant. Die zou ik jullie ook wel laten zien. Die kunnen we dus ook pakken. Coldfield, daar kunnen we nou eigenlijk ook naartoe als we zouden willen. Die kunnen we nog niet aan, dus... Nou, laten we beginnen met degene die we dus zeg maar eerst hebben. Dus ik zie jullie wanneer dat ik die locatie heb gevonden. Want ik moet heel eventjes denken ook alweer waar dat was. Maar ik dacht namelijk dat dat wel was op die plek waar dat we de vorige keer waren. Maar ik weet het niet zeker, dat is het probleem. Dus het makkelijkste om dit te gaan doen is om Choco gewoon ergens zeg maar te laten rusten. En de Blue Narcissus te gebruiken. Omdat de Blue Narcissus dus wel door het water heen kan. En dat geeft nogal een groot voordeel. Dus ik ga nog heel eventjes hier even snel rondkijken en zie jullie hopelijk in een seconde. Oké, nou ik had het dus heel erg mis. Het is niet zeg maar daar bij de locatie daar. Maar ik denk dat ik weet waar dat hij wel zat en de vorige keer waren wij heel erg dichtbij. En oh, waarom kom ik die nou tegen? Oh, waarom kom ik die niet eerder tegen? Dit is zo vervelend. Die zwarte vlek die we daar zien. Is ook weer een Chocobo plek. Dat is namelijk voor de lucht. Maar daar kunnen we nog niet komen. En die kan namelijk verschijnen op 5 verschillende locaties. En is heel moeilijk te vinden. En natuurlijk komen we hem tegen op het moment dat we er niks mee kunnen. Geloof me, als we hem dadelijk gaan zoeken, dan ben ik uren bezig om te vinden. Nou ja. Wat we willen doen is, als ik me niet vergis, want ik heb zo'n gevoel dat ik weet waar dat hij zit. Ik kan trouwens even mijn RWR even kikkers vangen. Ja. Keuzes! Geef me een seconde. Misschien is het dan wel zo handig om er weer in het team te hebben. Ik ben een beetje een doofy. Maar goed, je kunt dus zeg maar van team swappen wanneer dat je wilt als je op de Blue Narcissus bent. Je hoeft alleen maar op driehoekje te drukken. En als je op driehoekje drukt, dan kom je dus automatisch hierbij. En als je dan met Blank praat, dan ga je weer terug naar het schip. En dan wou ik eigenlijk niet met Sid praten, want die is namelijk over de team members. Ik ben goed bezig vandaag. Meh, zo krijgen we niks voor elkaar. Ik wil gewoon wat kikkers vangen en eventjes naar die locatie toe gaan. Waar is het? Daar. Hallo kikkergezichtje. Ja, ik wil heel eventjes touw er eventjes voor hebben hier. Ik bedoel, het is alleen maar even om kikkers te vangen. Dus wil ik hier weglopen? Nee, ik moet met jou praten. Ja, ik weet waar we naartoe gaan, denk ik. Oké, nou gaat het dus een beetje beter werken. mijn excuses. Ik had iets verkeerds uitgelegd. Op het moment dat jij kikkers aan het vangen bent, wil je dus zeg maar, de gouden kikker is niet, zoals ik dacht, unisex of iets in die trend. Wat je wilt doen is, je wil 1 male, 1 female achterlaten. En als er een gouden kikker bij zit, wil dat ervoor zorgen dat er dus veel sneller kikkers komen. Oké, ik ga gewoon proberen te vangen en hopelijk dat ik, als ik er 2 achterlaat, dat ik, we gaan gewoon weer 3 kijken. Dat is een male, dat is leuk. Oh, we krijgen een reward! Wat leuk! Wat geef je ons? De Silver Fork, maar die hebben we al gejat. Van dat boekbeest. Dankjewel, zinloos. Maar dat maakt niet uit. Misschien kunnen we hem Sint of zoiets. Oké, hoeveel kikkers hebben we nog? 4.
Er is een female. En... Oké, die springt nou daar naartoe. Dus dan weten we dat dat een female is. Kom op. Uit het water. De female is die. Blijf je staan hoor. Ik ga jou pakken. Nee. Ik ben zo traag. Oké, we zijn er klaar mee. We hebben een male en een female hebben achtergelaten. Nou, laten we hopen dat dat al gunstig voor ons uit gaat pakken. En dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Even over het kikkers vangen. Dat zal ik heel erg veel offscreen gaan doen. Ik zal wel de rewards die we krijgen noteren. Maar aangezien dat we er 100 moeten vangen. En dat we maar 1, 2, 3... Volgens mij 4 swamps zijn. Kan dat wel een tijdje duren. En ik wil niet dat we... Ja... Te langdradig over afleveringen gaan beginnen en alles. Dus daarom zou ik dat wel een beetje op de fast forward gooien. En dat gewoon een beetje offscreen in mijn spare tijd doen. Jogglegraph daarentegen. Nogmaals, dat is de grootste sidequest van het spel. Die kennen we niet snel. Nou ja, ik skip al het meeste van de questions. Maar goed, even over dat punt waar we nog staan. Herinneren jullie je nog dit eilandje hier? Dit kleine, vervelende stinkeiland. Waar dat we de vorige keer stonden, omdat we hier dus zeg maar de chocobo hadden geroepen en dachten van... Oh, zo kunnen we er niet komen. Nee, dat klopt. We kunnen wel via deze manier namelijk ergens anders komen. Dit had ik al veel eerder kunnen doen, maar ik ben gewoon dom. Dus laten we de choco eventjes oproepen. Daar hebben we onze de kwe. En als we die dus zeg maar oproepen, willen we niet richting... richting die lagoon waar we net waren. Maar we willen dus zeg maar deze weg volgen. En ik geloof dat we hier deze kant op moeten... En dan rechts aan moeten houden. Ik kan me natuurlijk gruwelijk vergissen. Doe ik dan mijn excuses alvast bij voorbehoud. En dan hier. Of zoals de touwler zou zeggen. Hier. Zit als het goed is. Een kwer met een vraagteken. Een kwer met een vraagteken. Hij zit toch hier? Of zit hij nou aan de andere kant? Hier net. Moet hij hier zitten? Juist! Oké, nou waar zit je? Je hebt een van de moeilijkste treasures die erin zit. Kom op! Juist! We hebben hem! 37 potions. 6 magic tags. Dat is een beetje zinloos. Shield armor, dat kan goed zijn. Gaia gear, dat kan ook wel erg goed zijn. Nice! Oké, dus we hebben de eerste gevonden. Laten we maar eens eventjes gaan kijken. Welke kunnen we nou gaan doen? Nou, we zouden de... Ja, die kennen we nog helaas niet aan. We zouden naar de Coldfield kunnen gaan. Waarom ook niet? Dat is de volgende op ons lijstje. Dus ik loop wel eventjes terug naar het schip en ik zie jullie in een seconde. Oeh, een vijand op dit eiland. Ik hoop dat we hem aan kunnen. Ik ben eigenlijk best wel bang nu. Het is een zombie. Zombievis. Nou, dan zie je die auto Hezus gelijk Finn. Hoeveel schade doet dat? Ah, die kunnen we aan. Wij maken hem helemaal kadoeski. Misschien kunnen we hem nog zelfs eten, wie weet. Oké, dat doet zijn schade. Dat doet ook zijn schade. Ik ken zelf wel mijn eigen niet, maar... Wat doe jij? Venom. Oei. Venom is nogal dodelijk. Jouw karakter kan niet bewegen, neemt schade iedere beurt en ook nog eens een keer MP schade. Dat is dodelijk. Een antidote werkt daar heel erg goed tegen, dus laten we dat maar gewoon gebruiken. Oh, weer die pinaanval. Die is best wel sterk eigenlijk. Jij probeert eat, en nou hoop ik dat ik even Cura kan doen. Ah, hij is al dood. 2000 critical, nice. Maar ja, misschien dat we hem wel iets van hem zouden kunnen leren, maar dat weet ik niet zeker. Maar het is een nieuwe vijand. En hij was sterk. En Carbuncle is geleerd. Nee, deze vijanden zijn behoorlijk sterk. En vijanden die we dus tegen gaan komen, daar moeten we voor uitkijken. Want sommige vijanden, die kunnen nogal dodelijk zijn. Nou, misschien is het heel erg handig om heel eventjes de nieuwe fork. Want we hebben dus zeg maar nou 2 silver forks. Om die aan Abby te geven. Abby, kan je hier nog iets anders hebben? Nee. Hier nog iets anders hebben? Level up. Je kan daar level up mee leren. Je hebt nog steeds geen level up geleerd. Shame. Locomotion, die ben ik aan het leren. Braaf. We hebben hier autofloat. Nou, die ook nog niet.
Level up, maar die ben je al aan het leren. Serieus, ik heb 2 van die en maar 1 van deze. Ja, pak maar even gewoon een die en je houdt het gewoon maar even bij een die. Ja, is heel erg goed. Oké, okay, nou vraag ik me eigenlijk af. Jij bent daar nog alles mee aan het leren. Ja, jij kon even iets nieuws. Want Phoenix Vinion, de reden waarom dat je die dus zeg maar vast wil houden, dat is dus vanwege het feit dat je dus Phoenix met haar kan leren. Phoenix is een sterke aanval, die is zeker handig. Leg al op. Kijk, zie je nou wel? Ik wist wel dat ik iets had wat ik aan jou ook even daarvoor dus. Maar ja, dat is dus zeg maar heel erg belangrijk. En voordat ik het vergeet, wil ik ook eigenlijk eventjes nog iets aan Vivi geven. Maar ik wil ook nog heel eventjes langs de abilities. Want Evier, die moet nou eventjes... Ja. Een miljonair is eigenlijk heel erg handig als we geld nodig hebben, dus... Doe die maar even eventjes uit en doe jij maar eventjes level up aan. En voor Xiaoni... Het klinkt misschien heel erg dom wat ik nou ga doen, maar die autoregen die gaat uit. En de level up en de loudmouth die gaan aan. De reden waarom is dus, zeg maar, dan gaat ze snelle level omhoog en kan ze geen silent status hebben. En regen, ik bedoel, ze is een healer. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Liro, die kan ook nog iets equippen. Heb je iets waar ik jou wil laten equippen? Doe maar een AdSense, waarom niet? Oké, nou, terug naar het schip toe, want we willen dus zeg maar naar de volgende locatie. En dan kan ik jullie dus eindelijk waarschuwen waarvoor dat ik jullie wou waarschuwen. Want op het moment dat je dus zeg maar zo aan het rondcruisen bent op de Loser Cruiser. Juist. Zijn er een bepaalde gebieden waar je niet naartoe wil? Aangezien dat je ja, dan een zeer pijnlijke dood zult sterven. Dus daar wil je zeker vooruit kijken. Nou, op het moment dat we dus zeg maar met blank... Voice crack. Op het moment dat we dus zeg maar met Blank even gaan praten, dan kunnen we dus nou naar die locatie toe. Maar let wel, deze locatie is extreem gevaarlijk. Dus hou er wel, hou rekening mee. Sowieso is het het enige continent waar sneeuw is te zien. Dus oh, trouwens heel erg grappig. Als je naar het einde van de wereld toe vaart, dan kom je gewoon aan de andere kant terecht. Want het is namelijk een wereldkaart en je bent op een wereldbol. Dus dit is een van de weinige games eigenlijk die ik ken die dat doet. Ik bedoel, Wind Waker had dit systeem ook mogen hebben van mij. Ik bedoel, bij Wind Waker op het moment dat jij helemaal bovenin zit en je moet helemaal links onderin. Ga gewoon rechts bovenin totdat je links onderin weer tevoorschijn komt. Ik bedoel, zo moeilijk is het niet. Gewoon een looping. Maar goed, dit is het eiland waar we dus zeg maar moeten zijn. Zoals je kunt zien aan die hele mooie, geweldige, fabuleuze sneeuwkleur. Maar dit is het eiland waar we moeten zijn. Let wel op het moment dat jij hier dus zeg maar aan land komt. Oh, kan het nogal een hele moeilijke ervaring voor je gaan worden. Dus ga niet beginnen met lopen. Zorg er echt voor dat je 100% geheeld bent. Als ik me niet vergis, zijn de Chocobo tracks die zijn gelijk daar. Dus het is maar een heel klein stukje lopen. Maar geloof me, 1 random encounter en het kan dodelijk worden voor je. Dus ik roep gelijk eventjes de Moogle hier. En wij slaan gelijk op. Nou, de reden waarom dat ik dit eigenlijk doe is, mocht ik een game over krijgen, dat ik dus zeg maar niet al die Choco Grabs weer opnieuw moet gaan halen, want dat zou gewoon echt vervelend zijn. Oké, okay, nou, we hadden net wat schade opgenomen, dus we kunnen eventjes dat billetje van Xiaoni even gebruiken, om dus ons eventjes te healen. Boef! Hartstikke makkelijk. En laten we maar hopen dat we geen random accounts tegenkomen. Oké, okay, gelukkig maar. Even Joko even roepen, en dan moeten we hier eventjes de locatie gaan zoeken. Nou, zoals je dus zeg maar ziet... Deze is nogal makkelijk te vinden. Volgens mij was het aan... Oh, we hebben hem al gelijk. Nevermind. 5 Echo Screens, 7 High Potions, 3 Tents en een theatership. Deze is het nog niet eens waard. Snee. Maar goed, ik ben geen partypoeper. Ik zal eventjes een vijand hiervan laten zien. Trouwens, voordat ik ga saven... You'll be sorry. Hij weet het gewoon. Hij weet het gewoon. Laten we eens heel eventjes die nieuwe staf eventjes voor onze Towler eventjes. Want dan kan hij Demi, Break en Comet leren. Demi is een aanval die altijd mist. Break is een aanval die versteent je vijand. En Comet is een hele krachtige magische aanval. Maar heeft ook de kans heel erg snel te missen. Dus daar gaan we wel voor uitkijken. En dan vraag ik mij af. Die dinges die ik had. Ja, jij bent daar nog een ability op mee. Kaya Gear, Osmosis. Wacht eens eventjes. Die kun jij leren volgens mij. Yeah!
Oké, daar ben ik heel erg blij om. Osmosis is namelijk een aanval dat jij MP kan stelen van je vijand en dat bij je eigen MP kan voegen. Dus, mocht de tuinen nou weinig MP hebben, dan gebruik ik gewoon Osmosis en Osmosa. Weet ik hoe dat je het uitspreekt. Maar goed, ik zal heel eventjes even, laten we kijken of we random encounter hier tegen kunnen komen. Ik bedoel, ik zei al, ik ben geen partypoeper. Laten we lol hebben. Laten we kijken hoe dat wij vernietigd worden. En als we het overleven, dan echt, dan hebben we zoveel veel experience. Dat is leuk. Oké, nou, random encounter hier komen. Ik ben zo boned. Serieus? Serieus? Van alle sterke vijanden die je me kan laten zien, laat je dit zwakke beestje zien. Oké, ben zo terug. Waar hebben we nou van die... Wacht even, volgens mij zijn deze wel nieuw, ik weet het niet. Blizzara, volgens mij niet. Nee. Aha! Oké, dit zijn de vijanden die we tegen kunnen komen. En ik heb nog eens een keer een back attack en daar zijn we niet echt blij mee. Zoals je ziet, 1000 schade daar, right off the bat. En ze kunnen ook nog eens een keer een aanval gaan aan. Blizzara! Deze beesten zijn dodelijk. Die wil je niet meer opzooien. Oké, nou dat heeft een schade. Sword magic, doe maar Pyra. Maar volgens mij zijn dit ijsvissen. Hoe gek dat het klinkt. En die zijn nogal zwak voor vuur. Maar je wilt ze zeker uitkijken, want ze doen ontiegelijk veel schade. En ze zijn dus zeg maar gewoon de hele tijd nou aan het aanvallen. En oh, wacht eventjes, ik sta reversed. Nou ja, Fiber Sword. Ik denk dat het nou weer tegen gaat vallen, omdat ja... Onze meetjes die zullen nou misschien veel doen. Kom op, Cura, Pyra. We gaan het gewoon proberen. Maar Pyra die ziet er wel effectief uit. Oh boy, freeze effect. Doe nog maar een keer Pyra. Oh, als we deze beesten kunnen verslaan, jongens. Oh, dat zou geweldig zijn. Oké, de Towler is frozen. Dat wil zeggen dat op het moment dat hij dus zeg maar geraakt wordt door een fysieke aanval, dat hij instant dead zou krijgen. En dat is niet echt prettig. Kom op! Hij is al bevroren, hoor. Ik wil niet heel vervelend doen. Nou ja, gelukkig heeft die frozen status alleen maar effect op het moment dat je dus zeg maar... het probleem hebt dat je... Dus, als je een fysieke aanval krijgt. Nou, jij blijft gewoon aanvallen. Combination is gevaarlijk. Ja, dat klopt, ja, want de Towler is bevroren. Oh, hij is wakker. Freestead is hoe dat je dat zeg maar zou kunnen fixen. Dat is dus zeg maar als je... Fire of vuuraanval zeg maar zou kunnen gebruiken. Heb ik iets? En nou we nog op wil verspreuken. Ik ga gewoon dit proberen. Ik ga het gewoon proberen. Als jou niet ontdooid is, tenminste. Damn, dit lijkt wel een bosbattle ondertussen. Hoeveel HP hebben die kringen wel niet? Oké, eentje is neer. Oh, we can do this. Oh, body ram op de verkeerde. Daar ben ik alleen maar blij om. Fire sword. Nice. Oké, doe er ook nog een keer fire op. Zijn we klaar? Nee, we zijn nog niet klaar. Oh, hij gaat toch iemand proberen te bevriezen, hoor. Ik had body temp eigenlijk aan moeten zetten hierop. Oké, nou is Leroy ook bevroren. En nou is Shawnee wakker. En nou gaat Shawnee dadelijk haar summon doen die niet meer nodig is. Oh, fijn. Jee, we hebben allemaal reflect. Die niet meer nodig is. Maakt niet uit. We hebben gewonnen. Hoe is het mogelijk, zeg? Het leek wel op een boss battle, maar het was te doen. Ik bedoel, normaal gesproken zijn een combinatie behoorlijk dodelijk. Maar moet je kijken hoeveel experience dat we wel niet van hem krijgen. Ik bedoel, Leroy die is echt heel erg blij, want die is gelijk zeg maar weer een paar levels omhoog gegaan daardoor. En we hebben genoeg geld om... Ja... Er is namelijk één ding wat je wilt doen hier. Voordat ik het vergeet. Ik weet het, we gaan een beetje in overtuig. Maar er zit hier namelijk een dorpje. Ik was er al even ingegaan om te checken of dat het al beschikbaar was. En het is beschikbaar. Dit is Estocasa. De eerste keer dat je er tegenkomt, dan staat het als vraagteken. Is geen speciale cutscene of iets, maar ja...
Er is daar wel een winkeltje en die verkoopt nog niet alles wat ze verkopen. Maar ze verkopen wel alvast iets wat handig is voor onze Destiny's NL. Op het moment dat je naar binnen toe gaat, wil je gelijk rechts afslaan. En deze locatie wil je onthouden, want er is hier later nog in het spel een item te koop. Die wil je echt niet missen. Maar goed. We willen dus zeg maar de Mithril Claws. Of hebben we die al geëquipt? Ik weet het toch niet meer. Geef me een seconde. Voordat ik dadelijk in één keer 6500 geld uitgeef aan iets wat ik niet weet of we dat hebben al of niet. Dus voor de rest hebben ze trouwens niks boeiends. Nee, even snel gekeken te hebben. Ja, die willen wij kopen. Hetzelfde als de Mithril Racket. Die wil ik ook eentje kopen. En de Mithril Rod, die hebben we toevallig al eentje. Voor de rest hebben we alles al staan. Ik ben heel eventjes namelijk teruggegaan. Daarom heb ik nou ook ietsje meer geld als net. En ja, toen kwam ik een random encounter tegen. Niet een sterke vijand, gewoon een normale, decent, zwakke vijand. En ja. Eens even kijken. Nou, we kunnen alles om. Ah ja, Shiny kan mini leren. Dat is iets, denk ik. Maar goed, met dat gedaan te hebben, denk ik dat ik terug ga naar het schip. En ja, we hebben nou 2 Chocobo treasures gevonden. Ik denk dat we morgen extra gaan focussen op even al die Chocobo treasures even aan de kant te mappen. Want er komen dus nou ontiegelijk veel sidequests vrij die we op dit moment kunnen doen. En dat is eigenlijk best wel gunstig. Dus laten we deze random encounter eventjes skippen. Heel eventjes tussendoor, dit is de comment aanval. Kijk of die raak is. Oké, met dat gedaan te hebben heb ik ook eventjes de equipment weer eventjes veranderd. De equipment, ik heb... Leroy heb ik de Coral Sword gegeven samen met de Gold Helm. Zodat hij nou dus zeg maar Charge en Mental Break tegelijkertijd aan het leren is. En waardoor dat zijn aanval een stuk sterker is. Shawnee heb ik niet echt wel aan veranderd. Zeepie heb ik niks aan veranderd. En ik heb de Towler heb ik de Reflect erin gegeven. Zodat hij alvast Autoreflect kan leren. Altijd handig. Maar goed, we zijn dus zeg maar terug bij het schip. En dat wou ik eigenlijk niet. Ik wou eerst eventjes langs onze Chocobo. Want dan gaan we kijken wat de volgende Chocograph is. Die we dus aan kunnen. En waar we dus zeg maar morgen gelijk mee verder gaan. Why not play in the icy cold water? Oké, klinkt goed. Tot morgen. Heb je nog een leukste momentje? Vragen? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En morgen gaan we dus naar de Forgotten Lagoon. Ik dank jullie voor het kijken en tot morgen. Doei!